Goedenavond allemaal. Welkom bij Zondag met Lubach. Soms dan zie je nieuws waarvan je denkt, goh. Zoals deze week bij het proces tegen de Utrechtse serieverkrachter. De Telegraaf schreef erover, gedragsserieverkrachter irriteert. Goh, wat een irritante gast inderdaad. En ik las wat hij allemaal met die meisjes gedaan heeft en ik moet zeggen, ronduit hinderlijk. Misschien ben ik de enige hoor, maar ik ga het gewoon zeggen, ik erger me kapot. En daarom was ik het ook helemaal eens met de berichten. Handelen zelfmoordterrorist storend. Daar een pyromaan jammer. En acties massamoordenaar niet super relaxed. Iets anders wat me opviel in de krant. De paus zegent een baby via een foto op de telefoon van een vrouw. Blijkbaar kan dat dus gewoon. Heeft het Vaticaan hierover vergaderd? Weet de paus überhaupt wel iets van technologie? Of denkt hij, ach kijk, een heel klein misvormd kindje in een soort aquariumpje. Oh. En ik ben wel benieuwd of het ook echt heeft gewerkt. Ja, mijn zoontje is dood, maar mijn telefoon is echt een stuk sneller geworden. Bedankt, paus. En los daarvan, als het zegenen via een smartphone al werkt, dan zeg ik, ga een keer met de paus naar het hoofdkantoor van het internet en zegen in één keer alle foto's die online staan, toch? Dames en heren, de paus heeft vandaag Google afbeeldingen gezegend. Morgen doet hij Instagram en dinsdag Tinder. Gezegend, gezegend. Niet gezegend. Gezegend. Zalig. Ja. Nou, wil jij nou ook gezegend worden door de paus? SMS dan Fatiek aan naar 666. Let wel op, ja. Maar let wel op dat je niet te vaak gezegend wordt vanuit het buitenland, want die roamingkosten zijn fucking hoog. Dan, het lek uit de commissie Stiekem, de Kamercommissie over de Veiligheidsdiensten. Wat daar besproken wordt, is geheim. In 2014 werd informatie uit de commissie Stiekem gelekt aan de krant. Want iedereen weet, what happens in commissie Stiekem stays in NRC Handelsblad. Algemeen bekend. Maar lekken uit de commissie Stiekem is een ambtsmisdrijf. Dat is dus best een big deal, toch, Frits Wester? Ja, het is heftig allemaal. Mensen die ik belde, die zeiden, ik heb zelden in mijn carrière zoiets explosiefs, brandbaars meegemaakt. Dit heeft alles in zich om het grootste politieke schandaal, grootste politieke affaire van de afgelopen decennia te worden. Alsof iemand met een luchtbux heeft zitten schieten, maar niet wist wat de gevolgen daarvan konden zijn. Dit is heel explosief, want als hier iemand uitkomt, het gaat over politieke leiders, misschien meerdere, dan worden die meteen onthoofd en ben je weg. Wow. Inmiddels heeft de Kamer de zaak onderzocht en deze week werd de uitkomst bekendgemaakt. Wie was het lek in de commissie Stiekem? Wie gaat er onthoofd worden vanwege het grootste politieke schandaal van de afgelopen decennia? Frits Wester, kom er maar in. Het onderzoek heeft helemaal niets opgeleverd. Ik heb zelden zo'n flutrapport gezien. Ah, oh, arme Frits. Desillusie heeft een gezicht gekregen. Alle politici die werden verdacht gaan dus nu vrij uit. Maar wie was het lek? Nu blijven we, net als Frits, met die vraag zitten. Die kan samen met al die andere vragen waar we nooit antwoord op zullen krijgen. Zoals, wie waren die mannen in die witte pakken? En wie van jullie is nou Simon? Tot gisteren. Wij kregen namelijk een telefoontje. Het lek van de commissie Stiekem wilde eenmalig, anoniem, zijn of haar hart luchten in een lang interview. Hier zijn of haar een paar fragmenten. Fijn dat u even met ons wilt praten. Hoe gaat het met u? De laatste maanden zijn natuurlijk niet makkelijk geweest. Ik ben toch met een geheim hond. En als dit naar buiten komt, dan is mijn politieke carrière ook voorbij. Maar goed, gelukkig ben ik vrij goed in het bewaren van geheimen. Oh, waar heeft u dat geleerd? Uit mijn tijd bij Greenpeace. Want waarom heeft u gelekt uit de commissie Stiekem? Op dat moment was dat nodig om minister Plasterk te beschermen. Dat is toch een partijgenoot, dus dan help je elkaar. Maar u wist toch dat lek uit de commissie Stiekem een ambtsmisdrijf is? Ja, u begint steeds weer over het lek uit de commissie Stiekem. Maar waar het mij om gaat, is dat we sterk als het zijn uit de crisis komen. En dat we de inkomensverschillen in Nederland niet groter maken, maar kleiner. En dat is het eerlijke verhaal. Jawel, maar die commissie Stiekem is... Nee, wacht. Dan doet u het weer. Oh, sorry. Dat is een boel tegen mij. Jullie moeten mijn achternaam te gebruiken. Ja hoor. Maar iedereen. Het hele interview met het anonieme lek is terug te kijken via www.dietriksamson.nl/anoniem-interview.mp4. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.